Hi iedereen, vandaag hebben we weer een superleuke video voor jullie en het is de Banana Surprise Challenge. Ik heb namelijk dit pakketje gevonden bij de Toys R Us. Het heet de Banana Yum Station / Banana Surprise. En het is een As Seen on TV product. Nou, die zijn altijd geweldig. En ik moest eigenlijk vooral heel hard lachen om het plaatje op de voorkant, want er staat op smullen en dan een meisje met een banaan. En er komt wat uit. Ja, een beetje pornografisch. Als je een dirty mind hebt. Hoe dan ook, ik keek ernaar en ik dacht, hier kunnen we een superleuke challenge mee maken. Ik heb geen idee of andere mensen het al eerder hebben gedaan. Maar het leek ons in ieder geval superleuk om dat op ons kanaal te doen. En misschien ook wel lekker. Maar we laten wel eventjes zien wat het nou eigenlijk is. Nou, dit is hoe het werkt. Dit is de Banana Surprise. Hierin stop je een banaan. Als het goed is, past die precies. Dan steek je daar één van deze twee tuutjes in. En dan haal je de binnenkant van de banaan uit. Dan kan je een flesje vullen met een vloeistof of een gel of ik weet niet wat. En dan kan je dat in de banaan stoppen. En dan kan je die banaan aan iemand geven. En dan is het een surprise, want er zit nog wat in. Oh. Het spel op zichzelf lijkt ons al heel erg leuk en bijzonder, maar het leek ons nog leuker om er een challenge rondom te maken. Dus we hebben bedacht dat we gewoon een aantal bananen voor elkaar gaan maken. Dat we daar natuurlijk een surprise in verstoppen. En dat wordt eigenlijk dus een soort van raad de smaak challenge. En dan moeten anderen dus gaan proberen te proeven en raden wat er in die banaan zit. Dus wat we nu gaan doen is we gaan ieder om de beurt een banaan of meerdere bananen vullen en dan laten we het aan elkaar proeven. En dan gaan we zien wie er wint. Zo, we zijn nu aangekomen bij mij in de keuken. En ik heb hier de ingrediënten staan die ik in de bananen ga stoppen. Ik moet zeggen dat ik niet al te gemeen ben geweest deze keer voor Tara. Maar ik ga jullie even nu laten zien wat voor ideetjes ik heb bedacht. Ik ga er eentje maken met Nutella. En ik doe er ook wat zeezout bij, want dat is altijd echt super lekker bij elkaar. Ik denk dat deze wel een beetje voor de hand liggend is en dat ze het kan gaan proeven. Deze is wel heel gemeen. Dit is echt vloeibare boter. Echt super ranzig. Hier zou ik zelf echt van over mijn nek gaan. Dus sorry daar, maar het moet gewoon eventjes. En ik heb er ook mosterd bij gekocht. En deze laatste is wel weer wat lekkerder. Dit is die lekkere saus van Ikea. En daar doen we dan een beetje yoghurt bij. En ik heb ook nog dit gekocht. Ja, geen idee of dit echt een goed idee is, maar volgens mij past dit echt precies goed in. Dus ik ga deze gewoon even in stukjes doen. En dan hebben we hier uiteraard de bananen en de spulletjes. Dus ik ga even kijken hoe dat werkt. Ik had trouwens ook deze bananen, maar ik denk dat die niet helemaal goed genoeg zijn hiervoor. Dus we hebben even een nieuwe gekocht. Op dit moment is Larissa haar bananen aan het vullen en ze staat in de keuken, dus ze kan mij niet horen. Ik heb het net nog even gecheckt. Ik ben een beetje bang met wat ze erin gaat doen, want je kan er alles in doen wat je wil. Vies of lekker. Aangezien Larissa van ons twee iets liever is, denk ik dat ze het een beetje mild voor me heeft gehouden. En ik lust ook best wel veel, maar andersom niet zo. Je moet het bovenkantje daar afsnijden. En dan moet hij hierin. Dat ziet er dan zo uit. Dus hier zie je zeg maar de binnenkant van de banaan. Ik moet nu dit ding daarin steken. Oh my god, dit is dus banaan. Ik ga beginnen met de makkelijkste denk ik om te vullen. Dus dat is deze boter samen met de mosterd. Ik denk dat het wel moet lukken en ik ga even allebei een beetje omwisselen. En dan hoop ik dat het er allemaal in gaat. En dit is de Nutella voor banaan nummer 2. Dit is natuurlijk wel echt een super lekkere combinatie trouwens. Dus Tara, you're welcome. Ho, smeer het op mezelf. Dan heb ik hier een beetje stroop. En dan zet ik gewoon weer het bovenkantje van de banaan erop. Tada! Oké, jongens, ik ben een beetje tegen een probleem aangelopen. Want bij het maken van het gaatje de banaan was die opengesprongen. Zoals je hier misschien kan zien. En nu loopt al mijn yoghurt eruit. Dus dat is een beetje jammer. Dus ik moet even gaan kijken of ik misschien mijn banaan moet gaan verbinden. Maar hij is echt super sneu. Zo ziet hij eruit in ieder geval. Dus ik zal even iets hierop moeten gaan fixen. Maar hij is gevuld. Oké, ik ga verschillende combinaties maken. Want we doen 2 smaken per banaan, heb ik net gehoord. En ik ga ze een beetje contrasterend doen. Zodat ze echt een beetje in de war raakt. In de eerste doe ik onderaan Nutella. Want dan eindigt het goed. Maar ik ga beginnen met mierikswortel. En dat is best wel pittig. Ik vind het heel erg lekker met zalm. Maar ik denk eigenlijk dat Larissa het niet eens kan raden. Dus dat betekent dan weer een puntje verlies. Nee. Oh, ik heb hem kapot gemaakt. Ga ik hem toch omwisselen? Dan ga ik eerst voor deze. En dan bovenop komt de Nutella. Kijk, zo ga ik het weer opzuigen. Dan blaas ik het er gewoon in. Oh, het is best wel zwaar. Oh.
Het is ook nog wit. Oh, het brandt. Auw. Oh, dat is zuur. Ik wist dat dat wel pittig was, maar... Zie je het rood worden? Oké, eerst squirt ik in mijn eigen gezicht. Ik bedoel, het is pittig, maar niet wasabi pittig. Oh, wat ga ik Larissa aandoen? Ik dacht dat het echt maar iets minder pittig was als wasabi. Het komt wel echt in de buurt. Oh, dat vind ik wel heel erg. Oké, de Tara staat nu in de keuken en die is haar banaantjes aan het maken. Ik ben heel erg benieuwd wat ze erin stopt. Tara kan soms nog wel eens een beetje gemeen zijn en mij heel erg graag willen plagen. Dus ik ben benieuwd. Of een beetje bang eigenlijk. Maar hoe ga ik deze dan erin doen? Ik kan alles opzuigen in een rietje. Hoppatee. Zo doen we dat. De volgende vulling gaat ze super lekker vinden, want ze is dol op pizza. Dus ik heb hier een pizza topping. Ik denk dat ze dat heel erg lekker vindt. Behalve dat het in een banaan zit. En ik heb hier een cake en taartvulling salted caramel. Oh my god. Zie je? Ik kan wel lief zijn. Oh nee, het zit helemaal in mijn haar. Eww. En dan de bovenkant. Ik heb het toch even andersom gedaan. Daar doe ik de salted caramel. Die heeft echt een super handig toetje. Wow, dit is lekker. Oh, dus deze is klaar. Pizza, karamel. Als derde heb ik een categorie sauzen. En dat wordt mayonaise en honey barbecue saus. Oh, hoeveel moet erin dan? Gaat het überhaupt... Oh nee, hij zit vol. Duw er gewoon een beetje mayo uit. Ik heb het idee dat hij nu al vol zit, ja. Bam. Ga ik nu naar de rest toe en dan gaan we beginnen. Ready? Ja. Let the banana surprise challenge begin. Nou, dat komt mooi uit. Ja. Want we hebben ieder 3 bananen voor elkaar. Met daarin 2 smaken per banaan. Dus je kan in totaal 6 punten verdienen. En dan gaan we zien wie het beste kan proeven. Nou, zo zien ze eruit. Ik ben wel echt een bananenfan, dus ik ben wel benieuwd. Gewoon één grote goede hap. Dus ik weet welke het is. Het is best wel, het is gewoon mayo of niet? Hey! Vind je het lekker? Nou, ik vind het best wel lekker eigenlijk. Het is een beetje pittig. Beetje zout. Ja, ik kan. Mosterd? Dat is een goeie. De combinatie mosterd en banaan maakt het iets zachter, waardoor ik dacht dat het mayo was. Oké. Maar een beetje pittig. Maar ik vind het heel moeilijk. Geef je het op? Heel moeilijk. Nee, ik ga nog 1 poging. What the fuck? Is dit boter? Ja! Toen jij zei, oh, het is best wel lekker. En romig. Ja. Oh, dat vind ik dan wel weer heel naar. Nou, kies maar. Deze. Ziet er netjes uit. Ik voel dat er inderdaad wat in zit. Je voelt zeg maar dat hij een beetje... Een beetje hol is. Ik weet wel wat het is, maar kan niet op. Het is lekker vies. Ja, maar ik zou... Chocola? Het is geen Nutella. Maar proef ook een beetje iets heets, iets pittigs. Het is niet echt een hele gekke combinatie of zo. Ja, maar wat ga je zeggen voor smaak 1 voordat je straks naar smaak 2 komt? Oh! Ja, je bent nu bij smaak 2 aangekomen. Ja, dus wat is smaak 1? Smaak 1 is chocola. Ja? Maar het is geen Nutella, denk ik. En nu zit ik bij smaak 2 en het is best wel een beetje pittig. Mosterd? Nee, het was Nutella. Oh, wel. Maar omdat je zegt chocola, telt het wel, vind ik. En de tweede? Oh, mijn tong brandt een beetje. Oh, ik ruik het! Is het sambal? Nee. Als je zegt pittig, komt in de goede richting. Nee, nog een hap vooral. Gewoon even. Nou, het wordt best wel heet, ja. Was geen mosterd en geen sambal. Dit is een hele rare textuur. Ja, klopt. Oh, dan wordt hij wel heel pittig. Ik weet echt niet wat dit is, maar het is wel heel heet. Helaas, geen extra punt voor Larissa. Dan staat het nu 2-1. Het is mierikswortel. Oh! Ja. Dat weet ik ook helemaal niet. Ja, die was een beetje sluiks. Maar ik denk eigenlijk dat Larissa het niet eens kan raden. Dus dat betekent dan weer een puntje verlies. Ja, we zijn wel ook een bakje waar we in kunnen zwieren, of niet? Hoezo, wil je nu bossen? Nou ja, maar ik heb nog helemaal vol. Dit kan eigenlijk niet. Nou, het ziet er goed uit. Nou, ik heb zo'n vermoeden dat jij helemaal niet lief voor mij hebt gedaan. Dat je wel, oh nee hoor, ik heb gewoon een beetje... Sure, even maar. Oh, het komt er helemaal uit, dus je moet niet naar de banaan kijken. Oh, ik heb het wel. Lekker? Het gekke is dat ik het niet zo goed kan proeven. Nee? Dat is het moeilijke zeg maar, in deze challenge. Maar het is volgens mij zoutig. Dus ik gok sojasaus. Nee.
Proef het serieus bijna niet, hè? Het zijn toch wel hele opvallende smaken die ik erin heb gedaan. Is het een woksaus? Nee. Nee, ik heb geen idee. Ja, ik zie daar even uit. Oh, ik zie het oezing. Ja, dit kan ik niet unzien, zeg maar. Nee, Anja, ik ben heel benieuwd. De volgende smaak is Nutella. Bingo. Maar dit is hout, hè? Ja, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Maar ik heb er nog, je hebt er twee nog te raden. Oké. Okay. Ik moet dus de hele freaking bananen op gaan eten, dan wil ik een punt scoren. Maar is die vies? Vraag me af. Nee! Ik voel ze knapperigs. Dat is raar. Ja. Dat is heel raar. Ik heb voor textuur gezorgd. Hoe kan je nou weer... Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, ik ben echt teleurgesteld in jou, dat je dit gewoon niet weet. Jij bent de foodie van ons tweeën. En zo moeilijk was het echt niet. Huh? Nee, ik ga even op. Ja? Ja. Oké. Okay. Nutella, stroop en zeezout. Dat was het knapperige. Nee, had ik echt niet, dat proefde ik er echt niet af. Vanaf. Nou, ze zien er prachtig uit. Oef, zit allemaal shit op mijn broek. Ronde 2, banaan nummer 2. Oeh, hij is helemaal zacht. Nou, eerste hap. Dit is een saus. Wat is dit? Barbecue saus. Ja, ja. In één keer goed. Ja. Hoe is de combinatie barbecue saus en banaan? Niet zo, want ik hou op zich wel van barbecue saus, maar nu is het... Ruud. Maar volgens mij past banaan echt bij heel veel dingen, dat moet ik wel even zeggen. Ja, echt. Banaan ik heb trouwens gisteren sushi banaan gegeten. Eww. Dat is net zoals sushi met... Ben ik al bij de tweede? Nee, ik heb nog één happy. Is dit al de tweede? Oh, het is helemaal leeg. Dus je moet nog even doorhappen. Want er blijft er een stuk lucht tussen ofzo. Ik ga gewoon vanaf de onderkant hoor. Oh, lekker boeitje. Ik hoop dat hij nu hierbij zit hoor. Ja, maar zit het daar? Het lijkt wel alsof hij leeg is. Heb je er wel wat in gedaan? Jawel. Wacht. Of is het er doorheen gegaan? Ik denk dat ik misschien alleen lucht erin heb gedaan ofzo. Dat kan toch niet? Maar ik zag wel het boven... Nee. Nou, ik vond echt alleen maar banaan en barbecue saus. Dat is mijn enige antwoord nu. Oké, ik had er eigenlijk mayonaise in gedaan, maar kon niet controleren of het in was gegaan. Dus blijkbaar is het er niet in gegaan. Ja, maar je ziet het toch? Nee. Maakt niet uit, je krijgt een punt. Stop, yeah. Yum, yum, yum. Super veel zin in. Oh. Wat de fuck, waarom is het uit? Mag ik het bekijken? Nee. Waarom is het goed? You like it? Weet je wat dit is? Ja. Oh, wat dan? Zo'n roze snoepje. Oh, dat vind ik wel weer knap voor jou. Zo'n staafje, en die vind ik heel lekker. Zie je, ik ben helemaal niet zo gemeen. Wat is jam? Het is een soort jam, maar ik vind deze ook goed, ja. Er zit nog één ding in die je misschien wel zou moeten proeven. Yoghurt? Ja! Een proefdozeur. Dat was hem. Oké, dit was de beste banaan tot nu toe. Voor het laatst. Natuurlijk, als je kijkt naar andere ingrediënten dan deze. Ja. Zie je, ik ben helemaal niet zo gemeen. Dus dat... Dan werd gewoon wel weer slecht over mij gedacht. Banaan nummer 3. Oh, wacht even. Ik ruik echt al gewoon een geur die ik niet leuk vind. Die niet leuk vindt? Is er weer even een saus die ik niet kan plaatsen? Zoet? Is het... Lekker of niet lekker? Echt, het is wel te doen. Maar ik heb echt heel genoeg banaan gehaald denk ik voor de komende 3 jaar. Wat is het nou? Is het gewoon... is het pasta saus? Ja, de onderste smaak ik heb maar één komt smaak nu. In de buurt van dat. Dus dat keur ik goed. Oké, maar ik heb nu maar één smaak. Dus er zit meerdere dingen in. Sowieso. Heb ik dat al gegeten? Die heb je al gegeten zelfs. Echt, ik proef en echt er zit maar er 100% ding. Zeker in. Maar ik kan het niet plaatsen. Het is iets wat ik ken, hè? Ja. Mag ik het zeggen? Nee, maar dan mis ik mijn punt. Ik kan het echt niet. Het is echt niet bekend. Mm-hmm. Nee, jij weet het 100% zeker. Augurk of iets in die richting? Of... Dat komt echt niet in de buurt. En je zei al, het is zoet. Ik heb wel gewoon misselijk eerlijk gezegd. Zat het caramel? Nee. Jawel. Nee, dat proef ik echt niet. Een goede laag zat het caramel bovenop. In je eerste hap moest... Nee, dat heb ik echt niet geproefd. Ik proef echt alleen maar een soort van tomatenpasta saus of zo. Wow! Ik hoef echt geen banaan meer te zien. Nee, dat is echt iets te veel van het goede. Van ons tweeën heb ik denk ik de meeste smaak goed. Maar ik had ook al gefaald bij jou. En van eentje wist ik ook eigenlijk wel dat je niet wist wat dat was. Oh.
Nou, mocht je dit een leuke tag vinden of challenge, is het eigenlijk, doe hem dan zeker na. Je kan hem kopen bij de Toys R Us. Zouden we heel erg leuk vinden ook om te zien. Dus mocht je ook een filmpje van maken, stuur hem zeker even door via social media. Ik vind het altijd leuk om even te kijken. Ja, en ik ben heel erg benieuwd of jullie van banaan houden en wat jouw gekste smaakcombo is ooit geweest inderdaad met banaan. Ik denk dat wij wel een paar mooie voorbeeldjes hebben kunnen geven, maar ja, het was wel heel erg leuk om te doen. Het was heel erg leuk om te doen. Het vullen was wel een beetje pittig. Vooral de Mirix-wortel ging bij mij echt voor geen meter. Was dat een woordgrap? Ja. Ja. Okay. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet hem vooral niet een duimpje omhoog te geven. En laat ook eventjes in de comments achter wat je van deze challenge vond. Ik heb dus verloren. Laat ons even weten wat ik misschien als straf of opdracht moet doen omdat ik heb verloren. Ik ben blij dat je dit zelf voorstelt. Ja, laat het maar weten. Dan moet Larissa dat de volgende keer uitvoeren. En als laatste vergeet je niet te abonneren. En druk ook even op dat belletje naast de abonneerknop. Zodat je altijd een melding krijgt als wij een nieuwe video online zetten. En dan zien we je terug in de volgende video. Doei! Doei!